4 februari is door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO uitgeroepen tot Wereldkankerdag. Er wordt wereldwijd stilgestaan bij de invloed en de gevolgen van kanker. De dag heeft ook als essentie om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker en dat van naasten of nabestaanden te onderstrepen. Chesta Seutahal, hoofdafdeling Non-Communicable Diseases van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, vertelt het een en ander. Alleen als we kijken naar het feit dat kanker de tweede doodsoorzaak is in Suriname, voorafgegaan door hart- en vaatziekten, geeft dat al aan dat het een vrij groot problematiek is in Suriname. Als we kijken naar de afgelopen 10 jaren, dan zien we dat er een enorme toename is geweest van het aantal kankergevallen. Wanneer we kijken naar de gevallen onder de mannen, dan zien we dat prostaatkanker op nummer 1 staat, gevolgd door longkanker, darmkanker en hoofdhalskanker. Bij de vrouwen is dat dus borstkanker, gevolgd door baarmoederhalskanker en darmkanker. Er is inderdaad een toename, dat zei ik al eerder aan. Het is echt te zien wat ervoor zorgt dat het een groot public health probleem is voor ons in Suriname. Wat belangrijk is om ook aan te geven, dat er in Suriname is toch wel een grote taboe. Dat mensen niet vrij praten over kanker. En dat zorgt ervoor dat mensen dan ook heel laat gaan voor screening. En uiteindelijk dat er ook laat gediagnosticeerd wordt. En er kans op genezing heel weinig is. Verder zie je ook dat mensen dan eerder kiezen voor huismiddeltjes of alternatieve geneeswijzen. En dat ze daarna kiezen voor het medische. En dit zorgt allemaal ervoor dat mensen heel laat verschijnen. Uiteindelijk ja, dat ze heel laat gaan bij hun huisarts om aan te geven dat ze iets niet normaals ontdekken. En dat zo'n persoon dan wordt gescreend en uiteindelijk vrij laat de diagnose vastgesteld wordt. Er is bewust gekozen voor baarmoederhalskanker, omdat baarmoederhalskanker de tweede doodsoorzaak is onder de vrouwen in Suriname. En als we kijken naar de diverse kankers, is baarmoederhalskanker een van de meest voorkombare kankers wanneer het vroegtijdig wordt ontdekt, maar ook behandeld. En daarom dat er ook bewust is gekozen voor het ontwikkelen van zo'n plan. Nou, er is een thema gelinkt aan Wereldkankerdag voor 2022 tot en met 2024. En dat is dus dan fill the gaps in care. En dat houdt dus in dat we zoveel mogelijk moeten proberen om de gaten, de ogen, de beperkingen binnen ons zorg te vullen. Volgens de WHO kunnen 40% van de kankergevallen voorkomen worden wanneer we de belangrijkste risicofactoren vermijden. En welke zijn de belangrijkste risicofactoren? Dat zijn dus de gedrags- oftewel de lifestyle risicofactoren. Daaronder vallen dus tabaksgebruik, overmatig alcoholgebruik, niet of nauwelijks bewegen en ongezonde voeding. Wanneer we het hebben over ongezonde voeding, dan gaat het om overmatig gebruik van vet, zout, suiker, maar ook overmatig gebruik van rood vlees of bewerkt vlees, bijvoorbeeld corned beef en leverpastei, dus of worstjes in blikjes. Dus dat behoort tot bewerkt vlees. Kanker kan voorkomen worden wanneer het vroegtijdig wordt gedetecteerd en behandeld. Dat zorgt ervoor dat de kans op genezing dan veel groter is. Laat je daarom regelmatig screenen en let ook op de gedragsrisicofactoren.